Yo, mensen, toch weer kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA voor 1999. Met vandaag weer de nieuwe Arne Slot Feyenoord Curry Mode. En vandaag hebben we twee wedstrijden. Allebei de wedstrijden gaan we spelen nu tegen Leipzig en tegen Vitesse in de Eredivisie. Uh, we gaan de eerste te spelen tegen uh, Ripple Leipzig. Wat verrassend was, zag ik dat Justin Kluivert in de verdediging staat. Dat is een foute de FIFA, denk ik. Maar goed, daar ja, kunnen wij niks aan doen. Uh, ik ga het Elftal wat aanpassen. Uh, Ardi, de, uh, de speler uit Albanië, gaat spelen. Ashraf gaat spelen, die staat in de basis. Voor de rest nemen, nemen we uh, Rumartu mee in plaats van Karsdorp, die de rust krijgt. En ook even kijken. Tanas ook meenemen in plaats van uh, Dimirovic. Zo, dus dit een beetje ook kadari mee. Zo, dus net een beetje de kleine aanpassing. Ook op de bank in de basis. Dus ook twee aanpassingen. En dan gaan we kijken wat we kunnen gaan doen. Ja, uh, ik neem dit op op zondag. Dus voor mij is het uh, gisteren gebeurd. Zaterdag natuurlijk. De wedstrijd Denemarken-Finland. Ja, het, 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 het tragische ongeval met, uh, met Christa en Eriksen. Gelukkig is het goed afgelopen op het moment dat ik het, op, op het, dat ik het opneem. Gaat het goed met hem? Hij heeft zijn ploegenoot uh, toegesproken. Hij viel dus neer Hij had een, uh, ja, een harde aanval op het veld. Het is heel erg om te zien, want ja, ik zat natuurlijk de te kijken, je zag hem in ieder geval, zijn ogen waren open, dat is een verschrik verschrikkelijk beeld om te zien. Maar gelukkig gaat het goed met hem en het maakt niet uit welke club je bent, wie je bent, waar, welk land, het is erg, heel erg. We leven natuurlijk allemaal mee met, uh, ja, met zijn familie, maar gelukkig gaat het dus beter met hem en hij zei dat hij heel snel terugkwam uh, naar zijn club. Maar goed, we gaan nu dus nu de wedstrijd spelen tegen Red Bull Leipzig. En ja, het Nederlands elftal heeft, heeft gisteren gespeeld. Dus ik uh, moet het nog zien. Want het is nu. Voor mij is het nu uh, half 1 op een zondag. Dus ik doe nog even voordat ze moeten spelen. Maar op dit moment dat jullie dit zien, hebben ze al gespeeld. Ik hoop dat het goed afgelopen is. Uh, en uh, jullie zien vanmiddag de wedstrijd na de aflevering. Maar we hebben nu dus uh, de wedstrijd tegen Leipzig. We zijn daar begonnen. Mancini hier met de inworp richting uh, Malatia. Mancini. Goed stil. Ardi, Ardi op zoek naar ruimte, terug naar uh, Aschaf. Getruida. Julian Martens, Julian Martens, Ashraf en de eerste kans was het, maar de bal komt niet in het doel, de bal aan de van de doelman. En de doel op de afstap de, ja, de, de trap nu van de doelman richting uh, een medespeler, Broerma die de bal onderschept. toch de bal bij Olmo terechtkomt. komt. Hier de bal verpalsen. Natuurlijk een speler die het, die het uh, zaterdag allemaal heeft uh, meegemaakt. Deze speler, Paulsen. Hier de bal voor Olman. Angelino. Angelino gaat terug naar achteren. Richting uh, Ardi. De bal goed onderschept. Door staat dan nu. En Guus Til. Fijn dat hij weer in de aanval. Til. Mancini. Mancini nu op de flanken eruit. Mancini met de kans. Mancini. En de eerste, nou, de eerste, de tweede serieuze kans gaat weer naast Mancini dit keer. En zo is het een half uur gespeeld, Dan steeds 0-0. Palsen. Palsen. Weer naar door. Richting Olmo. Angelino. Olmo. Palsen. Palsen. Komt daar langs. Palsen. En Bailo met de redding. Goede redding van Justin Bailo, goed stil. Balt de bal weg. Gaat de bal hier richting uh, Malatia. En weer bij Mancini terecht. Komt daar op de linker flank. Mancini kan de bal nu ook voorgeven. Richting. Uh, Julian Martens, maar die krijgt de bal niet goed uh, geknikt met zijn hoofd. Zo is het nog steeds 0-0. Maar nu dus Julian Martens dichtbij was voor de voorsprong, voor Feyenoord. Maar het is nog steeds niet zo. Nog steeds 0-0. Toet opgenomen. Geert Tijden onderschept. Julian Martens. Ardi terug naar Martens. Nou, Martens staat nu. staat nu wel. Martens nee, nee, redding. En er komt daar niet uh, een speler bij. Til komt daar niet aan. Dus de bal weer nog steeds voor, uh, voor Red Bull Leipzig. Onderschept de Julian Martens. Feyenoord blijft gevaarlijk. Ardi, Ashraf, Ashraf. En het is uh, 1-0 voor Feyenoord. En de middenvelder Ashraf die scoort. Het is de voorsprong voor de ploeg Rotterdam-Zuid. In deze wedstrijd tegen Red Bull Leipzig. In de eerste wedstrijd in deze, volgens welke ronde is dit? volgens mij de laatste 16. In ieder geval staan we dus voor in deze eerste helft. En de eerste helft is nog niet voorbij. En Leipzig gaat op jacht naar de gelijkmaker. Uit de tackle hier van Gitruida. Komt er ook de kaart aan voor Ja Jazeker. Geel voor Gitruida met deze harde overtreding. De vrije trap is er voor Leipzig. Olmo. Hier de bal met de hand getoucheerd. Ja, dat is de strafschop. Hens van Bruma. Strafschop voor Leipzig. En dan gaat Olmo achter die bal staan. En dan kan er zo vlak voor rust nog een strafschop komen. Is dit Hens van Bruma? Ja, ik zie het niet helemaal. Maar de scheidsrechter geeft hem wel. En is dit dus een strafschool? Bailo of Olmo? En het woord Olmo. Maar net Bailo duikt eigenlijk net te laat. Hij beduikt wel een goede hoek in. Maar het is wel dus 1-1 dus. nu 55. Ardi. Sterk begin. Aschaf raakt de bal kwijt. bal is weer voor Leipzig. Maakt Aschaf wel nog een overtreden. Leek het daar. Maar doorgestort worden. Toorstra dan. Toorstra. Toorstra. In de handen van de doelman. Aanvoerder met zijn kans. Maar hij krijgt de bal dus niet in. Ga een beetje verdedigend spelen. Ieder geval voor Aschraf. Tornster. Julian Martens. Nou, Martens dan nu met de voorzet. Loopt daar Ardi mee. Ardi. Ja, nu. En het is ook een doelpunt. Prachtig gedaan door Ardi. Ja, ik, uh, ik wil niet zeggen. Het is geen omhaal. Maar het is in ieder geval een mooi doelpunt van Ardi. Hier zien we natuurlijk de paas van uh, Julian Martens. Met zijn assist sowieso belangrijk. Maar het is ook prachtig gedaan door uh, de spits. Die van uh, nu toe niet vaak speelt. Demirović staat natuurlijk op zijn positie. Maar Ardi wil natuurlijk veel spelen. We zien dat het volgend seizoen dus uh, gaat gebeuren. Maar in ieder geval, van zijn doen speelt hij al best veel. Dit seizoen bij Feyenoord. Ik weet natuurlijk dat Arendt Slot een coach is van uh, jonge spelers. Hier was bijna de kans voor de 2-2 weer voor Olmo. Maar er boog het naast. Wisselt Justin Kluivert naar de kant, die dus verdedigend stond. Geen idee wat, uh, uh, wat de trainer daarmee wou doen van Leipzig. Maar goed, het zei zo. Florianus in vervanger van Geertruida. De man met geel. Al hier voor Toorn Richting uh, Ardi. Ardi natuurlijk op zijn heupen nu met zijn doelpunt. Het is de redding en de hoekschop voor Feyenoord. Aan de slot ziet ook dat het team het goed doet. Maar moet niet gaan verzakken. Om uh, richting. Uh, ja, dat de tegenpartij eruit kan komen natuurlijk. Hier van schot. Schot geblokt. Olmo. De bal dus weer voor Leipzig. Je zou je vragen voor hoe lang. Want Feyenoord zat in de laatste minuten goed te verdedigen. Nu de laatste. 10 minuten zijn aangebroken. Nu de uitbraak hier. Polsen. Palsen. Palsen. Bal terug. Alvarado. Komt verder met de druk. Nee, dan komt er een kans. En weer de redding van Justin Bailo. Bal komt hier terecht bij eh, Florianus. Julian Martens. Torsten Ardiet. Ardiet. Torsten loopt mee. Die krijgt de bal ook. Dat is buitenspel van eh, de aanvoerder. Zal dus deze kans niet door. En dan komt eh, Roumato erin voor Aschaf. En het zit ondertussen in de laatste seconde van de wedstrijd. Goeie paas van Guus Stil richting Kadare. De vervanger van Mancini. Die geeft hem hier goed voor op Martens. En Martens mag nog de 3-1 maken in de slotminuten. Zo gaat het vader met een toch wel ruime zegen, Zeker als je nog een thuiswedstrijd hebt. Deze wedstrijd winnen met 3-1 dus. Goeie voorzet van Kadare. De vervanger van uh, Mancini. En het is 3-1 nog in de laatste minuten. Feyenoord komt laat op stoom. En nu is het de belangrijke man bij Feyenoord, zijn achtste in de Europa League, Julia Martens, die hier de 3-1 maakt. gaat Feyenoord natuurlijk met een goed gevoel ook naar de wedstrijd tegen Vitesse in. Waar we wel een paar aanpassingen gaan doen. Dan krijgen we een paar spelers rust te gaan. wat jonge, jonge talenten spelen bij Feyenoord in die wedstrijd tegen Vitesse in de Kuip. Maar deze is al in ieder geval een mooie overwinning. We hebben natuurlijk nog de thuiswedstrijd voor de volgende aflevering. We hebben weer twee wedstrijdjes. Even kijken, we moeten gefocust blijven. Dat zeker. We moeten niet gaan verzakken in de thuiswedstrijd in de Kuip. Moeten we kunnen winnen. In de Kuip zijn wij sterk. En we, kunnen, we gaan kijken of het ook zo is tegen Vitesse. Dat we sterk kunnen zijn in de Kuip. We gaan dus een paar aanpassingen doen. Ik zei het al. Even kijken. Nu gaan we het dus hier nu zien. We zetten uh, Bruma eruit. Pinas in de basis. Oostel erin. Senesi eruit. toe uh, Roem, uh, in de basis. Even kijken. Dan doen we... Um, Senesi gaat we helemaal uit. Dan doen we... Uh, Tanas in de basis. Martini. Nee, dat noem ik maar even niet. Even kijken wat ik nog meer heb. Uh, nee, en dan nemen we Texera mee. Vien of iets zetten we in de plaats van Martini. Martini gaat misschien wel spelen. Dus dit is de spelers die gaan spelen. Met wel wat aanpassingen op middenveld en in de verdediging. Pinas is de aanvoerder van dit Feyenoord in de Kuip in Rotterdam. Zien we de opkomst. Hier zien we de spelers. We zien de spelers van Feyenoord. Die schudden de handen van de spelers van Vitesse. Pinas dus de aanvoerder. Daarachter zien we Justin Bijlo. Kadare ook een basisplaats. In plaats van Mancini. Die ook de rust krijgt. Hier gaan we dus opstelling zien. Buidige Pinas, Rumatu, Oosterhoorde, Karsdorp, Vjenovic, Ta uh, Tanas, uh, uh, Demovic, Kadare en Martens. Dat zijn de elf spelers van Feyenoord. Bepaalde posities. Uh, de aanvallenposities hebben we wat uh, aanpassingen gedaan. Kadare, in middenveld hebben we aanpassingen gedaan. En verdedigend. de wat hetzelfde omleven is, is de doelman: Justin Bijlo. En voor de rest natuurlijk ook nog Martens en Demo of iets. Maar wel op één of twee van die plekken hebben we wel aanpassingen gedaan. Dus gaan we gaan met een uh, redelijk goed gevoel beginnen aan de wedstrijd tegen Vitesse. En Vitesse gaat hier voor het eerst uitkomen. Boya kan Feyenoord verdedigen. De druk wordt gezet op Kaarsdorp. Doet het goed. Rick Kaarsdorp. Dit doet hij dan wel weer zorg. Zo, een voet van de tegenspeler. Op Penda. Boya. Broya. Verdedigd. Goed gedaan door Pinas. Nu de uitbraak misschien. Pinas. Julian Martens. Demirovic, Julian Martens wordt bereid. Kan er eerst een goede voorzet komen? 10 minuten gespeeld. Martens met de voorzet. Komt daar niet bij een medespeler. Dus de bal weer voor Vitesse. Het wordt fijn om de bal zo snel mogelijk terug te krijgen. Dat lukt niet. De bal zit hier dus nog steeds voor Vitesse. Bazoer vult ook nu achterin, dus daar. Kan Vaat de bal terugkrijgen? Is de vraag. De flank is Vitesse er nu uit. Volgens ons nog steeds de bal bezit. Voor Vitesse. Fijn dat de bal snel weer terug te krijgen. Openda. Tanane. Openda. Verder moet oppassen nu. toe, Onderschept door uh, Pinas. Speelt een redelijk goede wedstrijd tot nu toe. Eerste kwartier. Tanas. Tanas. Redelijke paas. Is iets snel? Nee, hij is niet erg snel. Dus de bal is snel weer voor Vitesse. Karsdorp. Uh, is een uitblink op een goede andere positie. Ja, hij speelt nu natuurlijk op middenveld nu. Rick Karsdorp. Deze wedstrijd volgens mij niet. Volgens mij heb ik hem nou wel rechtsachter gezet. En Gitao staat nu centraal achterin. Kars volgens mij nu ook hier de druk op Bero, maar Bero komt dan makkelijk langs. 22 minuut. nog steeds 0-0. Tanane, Tanane, Brojo, Broja, sorry. Bero, Belmonte, Kanvaat de bal terugkrijgen. Bazur. Bero, Belmonte, Tanane. Nog een keer een onderschepping komen nu van Feyenoord. Broja wordt van de bal gezet. De bal is nog steeds voor Vitesse. Uiteindelijk goed gedaan door uh, Roemartu. toe, Tanas en Karsdorp. Nu dan de uitbak voor Feyenoord. Karsdorp, Demirovic. De, ja, een de zorgige paas hoor van Demirovic. Uh, ja, Kadaren kan die bal natuurlijk niet belopen. Diezelfde Kadaren zit wel heel goed te druk. Zodat Vitesse noodgedwongen snel de bal moet rondspelen. En die behouden ze ook. Dus de bal is dus weer voor Vitesse. Hier op de flank, laatste minuut van de eerste helft. 1 minuut, hier komt uh, Tanane er zomaar uit. Tanane, verdediging gezien en Bilo niet. Goede redding van Justin Bilo op het schot van Tanane, maar de gevaar is er niet voorbij. Openda, op Openda verdedigend, nu goed doen. Lukt dat ook Pina's hier die de druk zet, Gertruida. Uiteindelijk moeten ze terug en dan doet uh, Gertruida het goed. Of Pina's, nee, ook Pina's het goed. Maar goed, maakt niet uit. Nog steeds eerste helft, Demirovic. Oosterwolde. Oosterwolde. Komt nu dan eerst de eerste kans van de wedstrijd voor Feyenoord? Nee, na nou, tweede derde kans voor Feyenoord. Zo vlak voor rust. Maar het schot geblokt en gaat er dus niet in. Tanana. Nu weer Vitesse. Het is de uh, laatste uur te over en weer. Pinas niet erbij onderschept En deze mag niet doorgaan. Dat toch uh, Vrije door toch hier. Maar het blijft 0-0. Zo vlak voor rust. Waar het misschien al 1-0 had kunnen staan. Maar goed, we gaan sterk beginnen aan de tweede helft. We zijn intussen al begonnen. Minuut 61. Kaarsdorp. Tanas. Julian Martens krijgt het wel niet bij een medespeler. zit het wel weer voor Vitesse. Ik moet zeggen dat we wel een soort speler hoor, tot nu toe. We gaan een beetje aanvallende spelen, want uh, tot nu toe niet echt uh, top gegaan. Tanas. Toch een jeugdspeler die zich ook wil laten zien. Uit het spel, duidelijk. Van uh, Feyenoord. Dan gaan we een wissel doen. De Gentijden stond inderdaad nog in. En dan gaat er nu ook een speler uitgehaald worden. Even kijken. Ik ga Tanas eruit halen. Zijn vervanger is uh, Orkant Koktju. Die dus uh, deze wedstrijd mag gaan uh, verder gaan spelen. Kijk of hij wat kan doen. Karstop gaat nu wel op de plaats staan van Geertruida. En Martini gaat zijn uh, eerste wedstrijd spelen voor Feyenoord. Ook de Italiaan. De centrale verdedigende middenvelder gaat erin komen. Pinas aan de kant. Hier zien we met het lange staartje Martini. Zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord dus. En kijken hoe hij zich kan staan. De Hier hier een 0-0 stand. Wissel ook bij Vitesse, die is niet zo belangrijk. We gaan gewoon gelijk door aan de laatste 20 minuten. Martini, de vervanger van Thanas. Martini hier met de bal gelijk goed weggewerkt. Wel aan de voet van de tegenspeler, maar de bal staat wel weg. En dat is natuurlijk wat je wil. De bal zit is, is in ieder geval voor Vitesse op Penda. De druk wordt gezet, niet echt lekker. Er komt een gevaarlijke kans aan. Roemer toe. Gitruida, Martini, Gitruida. Daar richting de kant van Julian Martens natuurlijk. Daar wil je de bal op hebben. Koktjoeg, die doet het goed. Julian Martens dan. Julian Martens voorzet, lage paas. Ja, nu hangen. Ja, het is uh, 1-0. En het is uh, Demirovic die in de 72ste minuut eindelijk Feyenoord op een 1-0 voorsprong zet. Op aangeven van uh, Julian Martens is het uh, 1-0 voor Feyenoord in minuut 72. En zo is het toch ook weer Julian Martens heel erg belangrijk met deze paas. En Demirovic met zijn doelpunt. En Jurgen vertrok. Die ging uh, naar uh, Engeland. En uh, toen ging Dejovic en die gaat, wordt trouwens nu naar de kant gehaald. die gaat de wedstrijd afspelen. In de laatste 10 minuten. Hij was natuurlijk ook belangrijk in de Europa League met zijn doelpunt. Kijken of hij nou tegen Vitesse de winnaar kan maken. Dat zou mooi zijn voor hem natuurlijk. Maar ook voor Martini zou het mooi zijn. Martens natuurlijk gunnen we het altijd. Hier aan de bal, Julian Martens. Martens is op snelheid toch wel van Karsdorp. Krijgt een goede paas van Karsdorp. Nou, Ardit wordt daar vrijgespeeld. Ardit dan nu met de winnende. Ja hoor, het is de 2-0 voor Feyenoord. En er lijkt geen veldje meer aan de lucht. De invaller scoort. De vervanger van Demirovic. Het is Ardit die hier de wedstrijd beslist. 2-0. En het wordt een heel gevecht voor de twee spitsen. Wie de volgende zoen in de baas moet gaan staan. Demirovic of Ardit. Want allebei laten zich prima zien. Hetzelfde gaat natuurlijk voor Kadari en Mancini. Die zich perfect laten zien op de linkerflank. Na het vertrek van Sinisterra. Het hele klus voor Arne Slot. Wie die moet opstellen. De laatste vijf minuten. Bij de 2-0 voorsprong voor Feyenoord. Bero hier met het balbezit. Bero. Openda. Broja, Broya. De kans nu van Openda. Weggehaald door Geert Ingooi voor Vitesse. De laatste minuten tikken weg. Tanane met de ingooi. Oosterwolde onderschept. Oosterwolde. Krijgt de bal hier dan nog bij... Uh... Kadaré, raken we wel weer kwijt. Jammer genoeg. Twee minuten nog te gaan. Hoeveel extra tijd komt erbij? Ik hoop toch niet veel. Ik hoop toch niet veel. Fijnheid gaat toch deze wedstrijd gewoon winnen tegen Vitesse. Goed gedaan hier door Pinas. Alleen Geert Ruiter, sorry. Cockchoo. Twee minuten. Is al één verstreken. Komt er nog een 3-0. Komt er dan nog een 3-0. Maar het is met de voorzet richting Artiet. Maar het hoeveel niet meer. De extra tijd zit erop. En daarmee zit deze wedstrijd er ook op. Winnen we dus met 2-0 tegen Vitesse. Door uh, Demirovic en Ardit met hun doelpunten. En zo is hij dus weer belangrijk, Ardit. Net zoals in de Europa League-wedstrijd. We zijn natuurlijk uh, een ja, trainer van jonge spelers. Daarom dat Tannis ook zijn eerste wedstrijd mocht spelen. En ook die jonge Kramer, die natuurlijk al uh, nog bij het jeugdteam zit. Die moet natuurlijk uh, zo binnenkort uh, terug moeten komen. Want ja, hij zal op aardig leven volgens mij. Maar goed, voor de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Druk op Dijmovic gedaan. En zeker tijd. En zoals nu, later.